We kennen Frans Bauer als de man die op televisie Babi Pangang bestelt of collega BN'ers laat schrikken, maar nu zien we hem opeens de hele tijd met een heel serieus gezicht over de buis paraderen. Hij heeft een programma gemaakt over lage letterdheid, heel nobel, maar als Frans het niet presenteerde, dan stond dit in de vooravond van NPO 2. Frans heeft het echter voor elkaar gekregen dat leven zonder letters een enorm prominente plek heeft gekregen, elke maandagavond om half tien op slans meest bekeken tv-zender NPO1. Helaas scoorde de première vorige week al mager 644.000 kijkers en 7% marktaandeel in de commerciële doelgroep, maar nu zakt hij nog verder weg. Nee, onthult kijkcijferanalist Tina Nijkamp. Zit Frans Bauer in de lift na de matige kijkcijferstart van vorige week? Lovende recensies, een echt NPO-programma, maar helaas geen goede kijkcijfers voor publiekslieveling Frans Bauer en leven zonder letters op NPO 1, schrijft ze op haar analysekanaal. Hoeveel van die 644.000 kijkers, dat liep inclusief uitgesteld, kijken op tot 899.000 zijn er overgebleven? Het is nu weggezakt naar 526.000 kijkers. En dat doet toch zeer. Frans gunnen we de wereld en we kunnen ons ook niet voorstellen dat hij lage kijkcijfers haalt, maar het is niet anders. De NPO verkoopt vooral advertenties in de boodschappersdoelgroep. En daarin is de score volgens Tina echt extreem laag, met 3,8% marktaandeel. Poe, poe, het houdt niet over. Hoeveel boodschappers zijn dat? 20 mensen die elke week naar Albert Heijn gaan, wat een drama. Waarmee is dit dramacijfer te vergelijken? Het is vergelijkbaar met goed nieuws vandaag. Het is dan ook de laagst bekeken score primetime van NPO 1, SBS 6, RTL 4, NPO 2, RTL 5. Het is helaas niet mooier te maken. Balen bij de commerciële begon Caroline Tensen met een nieuw programma, namelijk kopen of slopen op RTL 4. Zij zette 687.000 kijkers en 20% marktaandeel in de doelgroep neer. En dus zal RTL 4 tevreden zijn. De winnaar op Primetime was Chateau Meiland met 1,1 miljoen kijkers op SBS 6. Al met al gaat het dus niet best met Lands meest bekeken zender NPO1, concludeert Tina. Voor wie dit tv-seizoen het meest mislukt is? Voor NPO 1. Heel vervelend. Veel flops en bijna niets lijkt primetime echt te willen lukken.